Ja, het voelt eigenlijk best wel goed. Ik heb zin om op vakantie te gaan en even eruit te zijn. Een boel dingen te laten bezinken. Dus ik hoef ook eventjes niet in mijn sportkleren. Het moet een apart gevoel voor hem zijn. Een spijkerbroek aan en, nou ja, nog wel een paar sportschoenen. Maar in ieder geval een rustige tred. Het is mooi geweest voor Luc Rotwaar. Voor de duidelijkheid, de man rechts die met weemoed naar de loper links kijkt. Het laatste pijntje, een hamstringblessure gisteren in de Marathon van Amsterdam, was er één te veel. Het lijkt er gewoon sterk op dat het gewoon op is. Op een gegeven moment dan komt er een soort van berusting. En dat was gisteren na dat uitstappen. Ik had weer een nieuwe blessure. Zomaar, uit het niks. En toen kwam er wel iets over mij. Ik denk als ik later hierop terugkijk, dat dit het moment is waarop ik wist dat het over was. Rotwaar kende een lange en rijke carrière met 7 nationale titels. Zijn laatste hier in 2007. Maar zijn hoogtepunt kwam een jaar eerder. Een 4e plek op het EK in Göteborg. En zijn PR liep hij in 2003. 2:10:13. Kortom, Rotwaar heeft eruit gehaald wat erin zit. Ik ben alle marathons ingegaan met een idee van, als dit mijn laatste is, prima. Maakt niet uit. Maar los van die prestaties, ja, moet het gewoon een mooie periode zijn. En dat is het zeker ook geweest. Ja, is het van jouw manier van leven? Ja, ik heb er heel veel aan opgehangen. Ik was bijvoorbeeld als tiener best wel verlegen. En ik heb het sporten ook gebruikt om allerlei andere vaardigheden mee te ontwikkelen, zeg maar. Kan je dan zonder als het stopt? Ik kan denk ik niet zonder het sporten en zonder het lopen, maar ik kan wel zonder de aandacht. En ik denk wel dat ik daar niet het moeilijk mee ga krijgen. Het zal dan ook niemand verrassen dat Rotwaar binnen de atletiek bezig blijft. Hij gaat coachen en jong talent scouten. Want dat lijkt hem wel een mooi idee. In zijn eigen stad zijn eigen opvolger vinden.